Welkom allemaal, goedemiddag. Namens de Stichting Muurgedichten Almelo staan we hier. Heel erg jullie ook welkom. Ik ben blij dat er zoveel mensen gekomen zijn, want er stond maar een klein stukje in de krant. Maar toch blijkt dat Gerard Havekort, want daar is het gedicht van, je had hem ook kunnen lezen, toch nog wel leeft onder de mensen. En hij heeft prachtige poëzie gemaakt, dus terecht dat hij op een van onze muren komt. Gerard heeft dus ten onzent een zeer verdienstelijke conduitestaat. Het is nog niet meer dan terecht, vinden wij, dat een van zijn gedichten over Almelo op een gevel is vereeuwigd. Een van de sonnetten over een van de vele die hij schreef, over steden ook in het algemeen. Initiatieven door de jaren heen om hem tot stadsdichter van Almelo te benoemen, en wat mij betreft had hij daarvoor levenslang gekregen, hebben wij de lokale overheid op onbegrijpelijke wijze nimmer een voedingsbodem gevonden. Zo kwam Van Lennep in de 19e eeuw tezamen met Van Hogendorp hier overnachten, waar hen in het hotel De Gouden Leeuw een ongehoord slaffe bediening stond te wachten. Pas toen Van Hogendorp hen dreigde met de graaf, hierdoor Van Lennep een onnozele hals geheten, werd de bejegening welwillender en braaf. Men schonk er wijn en gaf een boterham te eten. Vrouw van de Wijlen, Gerard Havekort, en zij mocht het gedicht onthullen. Hoe was het om dat te doen? Nou, dat vond ik heel spannend, want ze hadden een andere aangewezen, maar ik vond eigenlijk dat de schilder ook de aangewezen figuur zou zijn om het te openen. He? Dat is gewoon heel leuk, voor hem ook. Ja. Maar het gedicht, spreekt dat gedicht u ook aan? Ja, het gedicht kende ik eigenlijk natuurlijk al lang en hij heeft het ook in een bundel staan. En daar heeft de commissie het uitgezocht. Dus dat, en dit is het geworden. Ze hadden er 3 geloof ik op het oog, maar deze is het geworden. Wat vindt u van de plek waar het gekomen is? Ik vind het heel fijn dat het in de binnenstad is. En wat ik ook heel frappant vind, dat het woord haven komt erin voor. En hier wordt de haven dus naast. Plezierhaven komt hiernaast. Dus dat is eigenlijk ook wel heel leuk, hè? Ja. Men ziet er hier en daar nog het verleden. Een kerk, een laan, een grafelijk kasteel. Maar verder rest voor de passant niet veel. Dat wijst op een der oudste Twentse steden, de macht van de textielindustrieel is gaandeweg de tijd voor goed vergleden. De havenplek van woeste nijverheden vond thans vaak een plezierjacht.